indrukwekkend dier dat niet bang is om op de voorgrond te treden, dat voor zijn groep gaat staan. Hij is een krachtige persoonlijkheid, een goed mens. Een leeuw? Ik zou Ton denk ik wel met een leeuw vergelijken. Een olifant. Iets van een roofvogel en iets van een aap. En dan vooral een olifant, vooral een stier, de leider van de kudde. Als je zijn doel bepaald heeft, en dat doet hij met zijn gezond verstand, dan kan hij daar krachtig op afgaan. Hij is zeker niet bang, ook al is hij dan niet zo groot. Die roofvogel staat iets van overzicht en oog voor detail. En die aap staat meer voor naapen en eigenlijk het feit van voorbeeldgedrag wat je eigenlijk van een leider verwacht. Ton is een vat vol levenswijsheid en levenservaring en daar kunnen we regelmatig uit putten. Maar als ik dus moet kiezen, dan kies ik voor dat ik een leeuw ben.